Welkom dames en heren bij Theeleuten. Een nieuwe aflevering, misschien een beetje later op je beeldscherm, maar we hebben hem gewoon wel voor jullie in petto. Tot na het intro. Ja, Theeleuten. Ik heb dit keer geen thee. Het is net als vorige week gewoon hartstikke warm. Het blijft gewoon heet. En ik kan er niks aan doen. Ik heb hier een ventilator nog steeds op mijn gericht staan. Want die staat al bijna een week of twee hier beneden. En ik vind het heerlijk. Maar toch, als je mijn kamer inkomt. Het is een hel. Het is serieus een ramp. En dat is wel iets bijzonders. Ik heb eigenlijk twee dingetjes voor jullie in petto. Eigenlijk drie dingetjes. Vier dingetjes zelfs. Ik ga nou beginnen met het eerste ding. Ik ben met Roy geweest in de dierentuin. En ik wil een stukje laten zien uit de montage. Nou, dit is de montage. En dit is een stukje wat echt heel cute is. Nou, van zulke schattige beelden ga je dus zien in aankomende zaterdag. Dat is eigenlijk het eerste dingetje. De dierentuin afleveringen komen dus online op mijn kanaal. En ik heb trouwens nog iets vets. Ik heb zoiets vets gefotoshopt. En jullie moeten even de thumbnail zien die ik heb gemaakt. Hier is de thumbnail. Ik heb dus allerlei diertjes eigenlijk bij elkaar neergezet. In allemaal fotootjes en weet ik het allemaal niet. Het zijn allemaal laagjes, zoals je ziet. Er komt een eendje bij, er komt een neushoornje bij. En die dingetjes vormen dus de thumbnail. Ik had ook deze. Die is ook wel leuk. Maar dan hebben we deze foto's. Nou, het ziet er zo gezellig uit op deze manier. Dit worden de thumbnails voor de dierentuin afleveringen. Wat ik nog kwijt wil. Ik ga aankomende vrijdag, dus deze vrijdag, ga ik naar Rovi toe in Limburg. Ik ben dus gewoon weg van huis. Maar vrees niet, er komen video's op mijn kanaal gewoon speciaal voor jullie. Is allemaal gepland. Ik maak video's bij Rovi extra. Rovi heeft ook X-Split, dat kan ik ook opnemen nog. En misschien komen er wel extra video's zelfs nog. Dus het wordt echt geweldig. Een lekkere vakantie vieren met mij. En lekker met YouTube. En ik hoop dat jullie ook nog lekker op vakantie gaan. Want het is heerlijk om gewoon even te genieten. Vooral met dit warme weer. Wij hebben dierentuin ook hebben heel lekker genoten van het weer. Het was goed weer. Het was gewoon lekker fris. Het was gewoon warm weer eigenlijk. Maar niet dat benauwde warm. Maar gewoon lekker een lekker weertje. Nou, ik ben pas ook natuurlijk naar het strand geweest nog. Een dag later. Dat hebben we niet gefilmd. Maar dat was fantastisch. Ging met Rovi, Gio, Sandra, Robin. En we hebben het lekker naar ons zin gehad. Het was heel leuk. Want vorige keer was mijn rug verbrand. En want daar kon ik niet bij met het insmeren van de zonnebrand. En nu heb ik Roy gevraagd, Roy wil jij mijn rug insmeren? Dus nu was mijn rug niet verbrand, maar mijn voorkant. Omdat ik dat was vergeten, echt stom. De ene keer vergeet ik mijn rug, dat ik er niet bij kan en dan vergeet ik mijn voorkant. En nou ja, het is wat. Ze zijn trouwens bezig aan de bouw. Ze zijn vandaag begonnen aan de bouw van de Efteling van de nieuwe achtbaan, de Dive Coaster. Is helemaal afgezet al, je kan het zien op Loopings, de bekende site. En op diverse websites zou je het ook al vinden over de verbouwing van de nieuwe Dive Coaster. Ze gaan eindelijk beginnen met het afzetten en dan met het bouwen van de Dive Coaster. Volgend jaar moet die open zijn, dus ik ben heel benieuwd. En waarschijnlijk ga ik dit jaar nog een keer naar de Efteling. Ik denk dat dit het wel was. Wil je wat kwijt? Plaats in de comment. Ik ga het lezen en hopelijk ook beantwoorden als ik het lees. Laat weten waar je op vakantie gaat of je nog op vakantie gaat. En wat je het liefst zou willen zien op mijn kanaal. Dat is altijd leuk om te weten voor mij. Ik ga binnenkort weer Rollercoaster 3 proberen te spelen. En proppen in mijn kanaal. En dan gaan jullie zeker weten. Kijken hoe ik probeer een soort wannabe Disney park te gaan maken. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Aangezien ik met die objecten heel erg loop te kloten. Ja, het is wat. Nou mensen, ik spreek je snel. En tot de volgende keer bij Theeleuten met Vincent. En er is nog één ding. En dat mag ik niet vergeten. Jongens, komt geluid uit? Dankjewel. Er is iets heel vets. Daarna gaan we afsluiten met de video. Er is namelijk een nieuw intro van mijn vrachtwagenchauffeur Vincent. En ik vind het oneerlijk dat ik jullie al die dagen laat wachten. Want aankomende zaterdag komt weer een nieuwe aflevering van vrachtwagenchauffeur Vincent. Maar jullie zien hier dus eindelijk even de eerste preview van het intro van Vrachtwagenchauffeur Vincent. Geniet van het nieuwe liedje. Woehoe, let's go! Vroom vroom!
In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagen chauffeur. Ik ben nu adviseur. Met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja. Yeah! Ja, het was dus echt helemaal opnieuw ingezongen weer. Ik heb eigenlijk een heel liedje gemaakt van een minuut. Dat liedje ga ik nog niet laten horen, want dat gaat over een paar weken op Spotify komen en iTunes. Dus er komt weer een nieuw nummer aan. Op mijn iTunes. En dan ga ik daarna weer verder aan een liedje. En dan komen er weer liedjes. Er komen alleen maar parodieliedjes over het hele jaar heen. Dus het wordt zeker vet. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doeg!